heet jij? Ik heet Carolien. Waarom ben je hier? Nou, omdat ik kanker heb en omdat ik zoiets heb van... Ik wil mijn THC voortaan zelf maken, want ik gebruik het al wel een poosje. Maar dat koop ik eigenlijk online. Ai. Ja. Wisselende kwaliteit of ben je daar tevreden over? Nou, nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen of ik er tevreden over ben of niet. Maar ik heb zoiets waarom moet ik, ik weet niet hoeveel geld betalen voor een flesje, terwijl ik het zelf veel goedkoper kan maken. Ja, en vandaag hebben we je geleerd 3.0, hè? Dus je hebt een flesje THC-olie gemaakt. En daarvan heb je maar een paar druppels nodig op een flesje CBD Max. Ja. En van die CBD Max, dan neem je dan, weet ik veel, 5-6 druppels per dag. Mm-hmm. En, ja. Dat heb ik ook nu vermengd hier. Okay. De CBD Max met de druppels. Ja. En nou, daar gaan we voor, hè. Ja. Ik heb je ook een druppel gegeven om te proeven. Ja. Merk je daar wat van? Jazeker. Ik heb neuropathie. Ook nog? Ja, overgehouden aan de chemokuren. Lekker, hè? Heerlijk, die chemo's. Ja, ja, zeker weten. Nee, maar ik voel er echt een stuk minder van. Het is echt veel minder als toen ik hier binnenkwam, die pijn in mijn voeten. En, okay. die tintelingen en nou ja, wat voor rottigheid er nog meer bij komt kijken. Ja, maar dat voelt dus alsof je op de goede weg zit. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Ja, maar ook als je dus neuropathie hebt en je gebruikt al THC, ging dat met die THC niet weg dan? Nee, maar dan gebruik ik waarschijnlijk niet genoeg THC. Nee, dat is het niet. Want nu gebruik je één druppel gedeeld door 500. Ja. En daar gebruik je er 5 van. Of nou, daar heb je 1 druppel van gehad. En de pijn is een stuk minder. Dus het ligt niet aan de te weinig THC die je gebruikt. Hè. Mm-hmm. Het ligt aan het mengsel. Okay, dus de combinatie. De CBD, CBG en THC in één, om het zo maar te zeggen. Yes. Okay. Yes, dat is de gouden formule. Nou, dan ben ik blij dat ik die geleerd heb. en ja, nou is het dus een kwestie van of die formule ook werkt tegen kanker. Nou ja, daar komen we wel achter, ja. Denk ik. Ik bedoel, als het goed is, krijg ik nu nog een aantal bestralingen. Ik heb afgelopen week toevallig weer een scan gehad. Ja. Nou, daar heb ik nog geen uitslag over gekregen. Maar ik heb zoiets van, als het fout was geweest, dan had ik dat waarschijnlijk al wel gehoord. Hmm. Ik heb nog niks gehoord, dus ik ga ervan uit dat dat goed is. Hmm, okay. En dat het allemaal goed komt. Ja, 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 ja. En anders dan weet je over een paar weken wel... Dan ga ik pure pasta maken, Wernhard. Dan ga ik pure pasta, die doe ik dan, ga ik als zetpillen maken. Ai. Rick Simpson methode, maar dan als zetpil. Gooi maar gelijk met een nucleair bom, hè? Ja, precies. Nee, maar ik denk dat deze combinatie die ik je dus vandaag heb laten proeven en die je dus vandaag hebt geleerd, dat de sleutel is, omdat THC heeft een werkzaamheid bij kanker, bij allerlei dingen trouwens. Net als CBD, maar de combinatie van die twee stoffen, die maakt dat de werkzaamheid 10, 20, 30 keer effectiever wordt. Oké. Maar dat heb je zelf gemerkt. Je neuropathische pijn was niet weg met de THC-druppels die je nam. Nee. En hoeveel van die THC-druppels nam je dan? Ik zat op een gegeven moment aan de 3 keer 2 per dag. Dus 6 per dag? Ja, 6 per dag. En dat werkte niet tegen je neuropathische pijn, zoals deze ene druppel die ik je net gaf? Klopt. Oké, I rest my case. Met andere woorden, als je hier 4-5 per dag van gaat gebruiken, dan vermoed ik dat het ook nog werkt tegen je kanker. Ja. Zelfde soort werkzaamheid, denk ik. En we horen graag van je. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Afgesproken? Ja, zeker weten. Dankjewel, Carolien. Jij ook bedankt. Joe, hoi. Hoi. Op mediewiet.nl vind je al onze websites. De webwinkel cbdshop.nl met echt goede CBD. De kaartcompany met kaartjes voor cursussen en lezingen. Maar ook Facebook. En een assortiment van ruim 500 video's. Dat zijn instructiefilmpjes, maar ook video-interviews met patiënten die vertellen over hun ervaringen met wietolie in de praktijk. Dus kijken!